We hebben nog een tweetal prijzen uit te delen. Voor iedereen die dus mee heeft gedaan in de actie. Voor iedere €400 kon je een formuliertje invullen. Die zitten allemaal in de tas, dus daar gaan we trekken. Er is een eerste en een tweede prijs. De tweede prijs, dat is een rondleiding door een gevangenis. De eerste prijs, die is al getrokken door Kees. Dat is een uitje op het water met speedboten en weet ik het allemaal wat. Dus dat is ook wel vrij poe. Maar goed, we gaan eerst beginnen. Hans mag dan de tweede prijs trekken. De JV die dus de tweede prijs wint, die doet dus niet meer mee voor de eerste prijs. Ja, ja, het blijft geen feest. De fokker? Nou, ik weet niet of... Nee. Zit Zoetermeer er ook bij? Zit Zoetermeer er ook bij? Ja, ik denk het vast. Geen idee. Ik zie daar wel wat... Nee. Ik zal het eerlijk doen. Lijkt me een goed plan. Eerlijke mensen. Ja, daarom. Hey, brave mensen. Koop de waarheid en verkoop ze niet. Dat is de jeugdvereniging van Middelharnas, volgens mij, denk ik. Dirk's Land. Ja, dat is Middelharnas. Ja, van de CD. Nou, proficiat. Jullie gaan lekker naar de gevangenis. Ja, ja, ja. Dan mag Kees de eerste prijs trekken, het uitje. Die meneer Barendrecht die mag mee de gevangenis in, neem ik aan. Dat betekent dat wie ik trek en ik deal dat goed met die lui, dan ga ik ook mee het water op? Nou ja, jij mag op de... Jij wordt het boegbeeld, denk ik dan. Dat is fijn. Ze binden je vast op die speedboot zo. Of achter op die banaan. Ja, ja, ja. ik had Oudekerk vast, zag ik net. Maar nu je dit gezegd hebt... Wordt hij het niet? Oké, nou dat is dan misschien maar goed ook. God. Je mag hem omdraaien. Dan staat meer op. Kijk. Dat is er weer eentje hoor. Dat is er weer een. Heb je geluk hoor. Dit zijn mijn vrienden uit Sliedrecht. Bid en werk uit Sliedrecht. Die hebben hem echt gewonnen. Proficiat, het LC neemt contact op met jullie. Jullie hoeven niet naar voren te komen, maar dat zal ik jullie besparen.